Ja, maar dan bent u hier de hoofdmachinist. Machinist. Maar Ben Polderman, wij hebben elkaar net 2 minuten geleden voor het eerst ontmoet. En tot mijn grote verbazing zei je van, wij zitten hier al sinds 2007, de oude slijterij van de Albert Heijn. En ja, dat ik het gewoon niet wist. En dat vind ik wel buitengewoon, maar dat is dus al 11 jaar dat jullie hier zijn. Ja. Maar wie zijn jullie precies en wat doen jullie hier? Wij zijn een vriendengroep, we zijn ooit een stichting zijn we begonnen om beurzen te organiseren in de Kruidmolen. Maar bij gebrek aan belangstelling van de Middelburger zijn we dan maar mee gestopt en zijn we dit hier begonnen. Voor onszelf, omdat we dat gewoon leuk vonden. Maar we zijn echt pure vriendengroep. Dus maar een vriendengroep, jullie hebben hier wel een ruimte, dat moet ook gehuurd worden neem ik aan? Of, We hebben een anti-kraakcontract. Oké. Okay. Ja. Maar als vriendengroep, want we hebben het hier over modelspoorbouw, zeg ik het goed? Over modelbouw in het algemeen. Modelbouw, ja. Want het gaat verder dan alleen treinen en... Het gaat verder, ja, want ook de aankleding wordt allemaal zelf gebouwd. Dus bomen worden zelf gemaakt, het landschap wordt zelf ingekleed. Dat zijn allemaal dingen die allemaal zelf gebeuren. We zijn iedere donderdagavond zijn we er. Woensdagsmiddags, donderdagsavonds en iedere eerste zaterdag van de maand. Ja. Daar zijn we aanwezig. Maar nu kwam ik hier eigenlijk op af, omdat ik gisteren een poster voorbij zag komen over een beurs, een open dag. Beurs, het is meer dat we een heel weekend open zijn. Dat we zaterdag en de zondag, dat doen we 1-2 keer per jaar. En dan verkopen we ook onze overtollige materialen. Hoe groot is deze wereld nog? Zijn er nou ook nog ook veel jongeren of dames misschien wel die dit ook mooi vinden? Of is dit wel een beetje een hobby van ja, heren van jullie leeftijd? Met alle respect uiteraard. Hè? Ja, ik denk dat het gros van onze leeftijd is. Passionades, ja. Op de beurzen zie je wel veel jeugd. Dat wel, ja. Ja, dan zie je heel veel jeugd. Maar of die ook... banen hebben of wat, dat zou ik niet weten. Maar stel nou hè, dat je, laten we zeggen, een gast bent van 18 die niet zo van videogamen is of van andere dingen van nu. Kan die hier dan gewoon binnenlopen en zeggen van nou, ik wil hier ook wel eens komen helpen bouwen of hoe werkt dat precies? Het ligt er eigenlijk een beetje aan wat voor figuur dat het is. Ja. Het moet wel een serieus iemand zijn die mooi kan bouwen. Dan kunnen we overleggen van, nou, is het wat interessant of niet? Ja, want zitten jullie überhaupt te wachten op vrienden van een jaar of 20? Zeg maar wat. Nou, meestal zijn dat van die wilde brassen. Die komen een paar keer en dan hebben ze er genoeg van. Ja, precies. Want dat is jammer. Als je dat moet schilderen. Ja, dat wordt natuurlijk leuk, hoor. Het is allemaal 1 op 87. Ja, dat is toch buitengewoon. Maar ik zie dat zelfs iemand op dit moment begraven wordt. Ja. Klein kistje erbij. Ja, dat gaan nog hydraulisch worden, de kistje naar beneden straks. Ja? Ja. En in de kerk komt een dode muziek. En daar komt het douanekantoor met de slagbomen. En dan houden we de tunnelassist aan de andere kant. Wat kost nou zo'n locomotiefje bijvoorbeeld, een gemiddelde? Ja, tussen de 500 en 600 euro. Die lange stellen tussen de 500 en 600 euro. Dat is toch serieus geld? Ja. Hey, en als je naar dit soort dingen moet verhuizen, want als jullie dan een keer naar een andere locatie moeten, dat is toch ook wel een enorm drama? Dat is een heel drama. Ja. Schilderen. Hoe lang ben je nou mee bezig? 20 minuten. Dat is een heel klein kwastje. Ja, één haartje steekt eruit. Je lacht nog steeds, dus het is blijkbaar toch leuk. Ja. Ik zou daar denk ik echt het geduld niet voor hebben. Dat grove werk, dat gaat nog wel, man. Thank you.